Welkom in Marokko voor de 7e editie van de Libia Rally. Een cross-country rally over 2400 kilometer door het hele land. Met echt lange chronoritten die echt zo uit de Dakar kunnen worden geplukt zijn. Heel wat deelnemers, het wordt een steeds hoger niveau deze rally. Wel, de Libia Rally is een cross-country rally in Marokko. Een beetje tegenstrijdig tot de naam zelf. Want we zijn natuurlijk begonnen als officiële rally van Libië. Maar door de politieke situatie in dat land zijn we eigenlijk moeten verhuizen. We hebben 2 jaar nog in Tunesië een paar edities gedaan. En nu sinds het derde jaar op rij is Marokko ons gastland. En hier is het eigenlijk zo dat de rally echt beginnen groeien is. We zijn begonnen als een amateursrally met een kleine groep mensen en intussen zijn we uitgegroeid tot de tweede grootste rally van het land. Met deelnemers die komen uit 15 landen met alle niveaus van wagens, van een gewone Land Rover Defender tot de Hilux Overdrives en heel veel racetrucks. Dus het is eigenlijk een evenement dat heel sterk aan het groeien is. Als ik zo de sfeer hier proef, dan is dat niet zo gejaagd als Le Dakar. Dus ik begin me wel thuis te voelen. En er waren in de vorige races wat problemen met de buggy. Zijn deze nu opgelost? Ik denk dat ze opgelost zijn. Bij de achterhub hadden we een probleem, bij de voor hadden we een probleem en bij de dynamo. En die hebben we nu aangepast en die gaan we hier natuurlijk ook even testen. We hebben als team de ambitie op staan om in 2017 de Dakar Rally te gaan rijden. We zijn een vrij jong team, recent opgestart. En het is voor ons eigenlijk de eerste kennismaking in de duinen, zeg maar. Dus het is heel erg spannend. Nou, laat ik eerst zeggen dat ik er heel veel zin in heb. En ik niet alleen, ook Sijbrand, mijn navigator, heeft er heel veel zin in. We verwachten een heftige strijd. Het deelnemersveld is ten opzichte van vorig jaar een stuk competitiever geworden. Wij zijn vorig jaar op de 6e plaats geëindigd, maar we willen eigenlijk meer. Dus met een competitief veld en meer willen, moeten we er vol tegenaan gaan. Nog steeds echt de leukste rally die er is. De sfeer is hier super. Er staan niet zulke hele grote dingen op het spel. Dat betekent dat iedereen elkaar heel erg helpt en de sfeer is helemaal top. Het deelnemersveld is echt zeer professioneel geworden. Er doen echt een aantal klasbakken mee. Echt een aantal hele goede coureurs, een aantal hele goede auto's. Dus we gaan het net zoals vorig jaar maar eens rustig aan. En we hebben wel een doel. Na de technische controle heeft Fes, maken we ons op voor de eerste etappe van Fes naar Butnik. Fes naar Butnik dus, de enige etappe eigenlijk met een lange verbindingsrit, 240 kilometer. De eerste deelnemers bij de motoren, die moesten al om 4 uur 's ochtends onderweg voor deze lange etappe. Het liep goed voor Mirjam Pol, die meteen de leiding in handen nam.
ja, lange tijd niet gereden. Dus eindelijk weer voor het eerst aan het rijden. En het ging eigenlijk wel redelijk. Niet fantastisch, maar ik was redelijk aan het rijden. Maar ja, de truc die ik wel vaker uithaal. Ik kom aan de finish en goed genavigeerd en de rest verdwaald. En dat zorgde eigenlijk voor mijn overwinning die eerste dag. Dit zijn de winnaars van het autoklassement van vorig jaar. Pascal Verijn met navigator Tom De Leeuw. Ze hebben een krachtiger landcruiser nu aan de start gebracht, maar die verbruikt iets meer dan verwacht. En ze hebben ook problemen met het stuurhuis. Geen vlotte start dus. Wel een vlotte start voor deze all-in-out die als vierde aantikte. En Eelco Becker die tikte als zestiende aan. Prachtige Toyota hier voor Eelco Becker. De grootste naam bij het Belgische contingent, Jacky Lomans, met zijn Toyota uit de Overdrive ateliers. We zijn tevreden. Ja, we hebben vorig jaar niet gereden, maar de mensen hadden ons wel gezegd dat het parcours toch verraderlijk was. Dus we hebben toch een klein beetje op reserve gereden. Navigeren vond ik heel moeilijk vandaag. Ik denk wij, maar ook iedereen, dat hier of daar wel eens een keer gemist heeft. En we hebben een lekker band gehad, maar voor de rest hebben we ook heel probleemloos gereden. Peter Erren die kocht zich onlangs een Desert Warrior, maar besloot toch om met zijn Jeep aan de start te komen. En daar had hij na die eerste dag misschien al spijt van. Alleen daarna kregen we wat motorische problemen. En, waardoor de motor iedere keer zeg maar, stil viel. Dan moesten we even stoppen, weer opnieuw starten. Soms even 2 minuten wachten, weer rijden. Ja, dat hebben we misschien wel een keer of 50 gehad deze dag. En ja, eigenlijk niet kunnen achterhalen wat het probleem is. Ja, dan val je iedere keer een stukje verder achteruit. Nog een Jeep voor Egbert Wingens en navigator Carlo Reis. Die hebben al 3 Dakars op het palmarès staan. Maar de Libia Rally die bevalt hen ook best. Ook op deze rotsachtige technische Marokkaanse pistes van deze openingsetappe. Ik ben als 12e auto gestart en ik heb nog geen finish gezien, maar er zijn geen auto's hebben ons ingehaald, dus het heeft gewoon lekker gelopen. Ja, iets anders dan de Dakar, maar ik vind het wel een mooie rally, hartstikke mooi. Bas van Kamperdijk, een bekende naam in het gewone rallycircuit, zeg maar, maakt hier een debuut in de rallyrace met deze landcruiser. Dit zijn Thierry Jérôme en Geoffroy Noël de Burlin. Zitten allebei in een rolstoel, maar gaan toch heel hard met hun Polaris. Voor mij is de Libia Rally de beste rallyrace van Afrika voor het moment. Er is bijna geen verbindingsrit, echt mooie speciales. Technisch, snel, zand, rotsen, duinen. Echt een hoog niveau van deelnemersveld ook. Het is echt wel voor een heel redelijke prijs bovendien. Het is een van de betere rallyrace. Winnaar van de Afrika race, Jean-Antoine Sabatier met zijn buggy. En dit is Tim Coronel, een van de blikvangers. Die op het laatste moment besloot om deel te nemen met zijn Maxxis buggy. Om het ding even aan de tand te voelen na een wat tegenvallende Dakar rally. En de duinen hier in Marokko zijn een goed terrein voor de buggies, maar daar moeten ze nog even op wachten. Heel wat racetrucks aan de start ook, waaronder deze van Jack Brouwers. Ja, iedereen heeft zijn eigen taak natuurlijk. De co-piloot doet het navigeren, de monteur doet alle technische zaken omtrent de banden aflaten, temperatuur van alles houdt in de gaten. En ik ben de piloot, dus ik moet het stuurwerk verrichten. En hoe valt het mee met 3 in de vrachtwagen? Oh, dat gaat heel best. Kijk, uiteindelijk zijn we wel met z'n 3 aan het rijden. Ik houd het stuur al vast, maar uiteindelijk wordt het wel enigszins genavigeerd met z'n 3. De navigator zegt uiteindelijk wel links of rechts, maar er worden wel toevoegingen gedaan door zowel de chauffeur als door de monteur. En dit is de nieuwe Renault truck van Martin van der Brink. Heet vorig jaar de wedstrijd met de motor om de wedstrijd te evalueren. En is nu terug met deze truck en start heel sterk met de snelste tijd in de openingsetappe. Het was technisch, zat er best wel een valkuil in. Het was een lange proef, gelijk de eerste dag. Vanmorgen natuurlijk vroeg gegaan. 250 kilometer verbinding en dan 370 kilometer. Ja, je moest wel goed opletten. Er kon zat gebeuren al vandaag. Maar het ging hartstikke lekker. We zijn tevreden, zijn we kleine dingetjes kapot. Die zijn we nu aan het repareren en als het goed is mogen we morgen eens eerst starten. En dit is de tussenstand na die openingsetappe. Mirjam Pol leidt thuis bij de motoren voor Haakmeester Hopmans. Van Middelaar vierde en Kim de Rijker eerste Belg op de 5e plaats. Bij de auto's, trucks en buggies is het Martin van den Brink inderdaad die aan de leiding gaat. Voor Lomans, Huizink op 3, dan Alwin Hout en Noël Essers. Dan
maken we ons op voor de tweede etappe tussen Boudnip en Merzouga. Van Boudnip naar Merzouga zonder verbindingsleed. En dat is een van de sterke punten van deze Libia Rally. 240 kilometer tegen de klok. Met wat duinen aan het eind. En het gaat goed voor Kim de Rijker. Het was een zeer mooie etappe. Veel afwisseling. Mooi stukje duinen op het einde. En dan moeilijk navigeren. Maar de roadbook klopte wel. Dus het was heel leuk. De snelste in deze rit. De Rijker wordt ook tweede algemeen. Het was niet voor iedereen makkelijk. Ook niet voor de deelnemers in de Adventure Rally zoals deze Martijn van den Broek. Nu, jullie rijden mee in de Adventure categorie. Waar ligt het verschil met de pro's? We rijden in principe precies dezelfde etappe. We hebben ook exact hetzelfde roadbook. Alleen erlangs hebben wij nog een GPS-systeem in de auto wat continu een bepaalde richting aangeeft waar je ongeveer heen moet. Dus we hebben op het moment dat we het roadbook kwijt zijn, hebben we een hulpmiddel om terug op de route te komen. Einde van het eerste deel. Tot zo dadelijk. Welkom terug in de Libia Rally. We zitten in de tweede etappe. We rijden mee met Eelco Becker en het wordt geen feest deze tweede etappe. Becker die gaat tegen hoge snelheid over de kop. Wordt gelukkig geholpen door andere deelnemers en kan tot het eind van de etappe geraken. Maar er is serieus wat schade aan de Toyota. Ik denk dat we rond de 120 reden. En toen zat er een jump op het pad. En ik had het te laat in de gaten. We werden eigenlijk gecatapulteerd. We gingen omhoog. Daarna gingen we op de neus en daarna zijn we op zijn dak terechtgekomen. Dus met een behoorlijke gang over de kop heen gegaan. Egbert Wingens met zijn jeep, die doet het rustig aan. Ligt voorlopig 22e deze etappe. Bas van Kamperdijk die had wat moeilijkheden met de moeilijke omstandigheden. Een zandstorm die Roet in het eten gooide onder andere. Bas van Kamperdijk, de tweede rit hier in de Libia Rally. Moeilijke omstandigheden, hoe was het voor jou? Ja, moeilijke omstandigheden zijn het zeker met de harde wind en de stof wat blijft hangen. Kijk, ik rijd normaal gewone rallies en op die pistes gaat het wel goed. Maar als er gewoon zand bij komt en echt navigeren bij komt, dan wordt die stuk lastiger. De indrukwekkende Dodge van Henk Teunissen, 32e vandaag. Niet echt de makkelijkste etappe dus. Een coronel die wat druk uit de banden laat om dan makkelijker over die duinenrij aan het eind van de etappe te geraken. En zoals u ziet lukt dat aardig voor die Maxxis buggy. Koen den Hartig die had wat problemen vandaag. Nou, in het begin was het nog wel een beetje spannend eigenlijk. In het begin ging het best goed, was best een snelle paard allemaal. Maar op een gegeven moment kwam er in wat herpins en zo en er lag zo'n Polaris op zijn kant. En dat was nog een beetje rot om die weg te krijgen op een gegeven moment. Maar omdat die bochten helemaal uitgereden waren, hebben we een ander traject gepakt. Dat was ook wel een beetje tricky. Van den Brink die lag voor het grootste deel van de dag op kop. Maar toen, net voor CP2, ging het toch fout voor de leider in de tussenstand. Heel wat tijd ging er verloren.
Ja, we lagen goed op koers tot iets voor CP2 is de pitmanarm afgebroken van de stuurhuis. Er stonden nog kilometer in de duinen en dan ben je hopeloos verloren. Hij verliest er de klimdag niet bij. Zware zandstorm dus. En die maakte alles moeilijk op die tweede dag. Ook de pauze bij de checkpoint. Mooie Polaris hier. Thierry Jérôme. Vijfde deze etappe. Wordt zesde algemeen. En ook een van de outsiders eigenlijk. Mathieu Serradori. On est parti 7e ce matin. Ja, we zijn deze ochtend al 7e vertrokken. Hard gevochten de hele dag om naar voren te geraken. En met die duinenrij hier aan het eind van de etappe hebben we wat tijd kunnen goedmaken. Want het is echt wel het speelterrein van deze buggy. Dus we kunnen haast niet wachten op nog meer duinen voor de volgende dagen. Dus we hebben er alle vertrouwen in. Late inschrijving voor Huzink, maar die rijdt wel een mooie etappe. We lagen bij de eerste stop een beetje achter Martin. Maar we zaten wel lekker in het ritme, dus het ging heel goed. En we zijn weer herstart. En toen zagen we Martin staan in de duinen, dus toen waren we die voorbij. En uiteindelijk algeheel eerste geworden, dus een goede stage. Inderdaad, een goede etappe. En ook een goede etappe voor Jacky Lomans. Die de leiding algemeen overneemt met zijn Toyota uit de overdrive ateliers. Problemen daarentegen bij Verijn met dat stuurhuis. Nieuw onderdeel moest vanuit België door zijn zonen worden gebracht. Die mannen, ik belde daarna, die zijn dan om 12 uur vannacht in naar de loods gereden. Hebben dat stuk ingepakt, zijn naar Schiphol gegaan, naar Nederland. Hebben een ticket gekocht. Zijn vanmorgen om 10 uur geland in Marrakesh. Dat is hier dan een goeie 9 uur rijden van hier. Ik heb dan die stukken direct in mijn auto al ingeladen. En ik ben met mijn auto direct teruggereden. En Dirk van Dries, dat is mijn beste vriend, een teammanager hier ook. Die is bij die mannen gebleven en die is nu onderweg en die zal hier binnen een goed half uurtje toekomen met die mannen. De volgende dag staan heel wat duinen op het programma en daar is het navigeren niet echt makkelijk. Je moet eigenlijk dus alles zelf doen. In de duinen heb je rij op kap. Dat is simpel gezegd, heb je hier het navigatiesysteem, dat is een GPS. En die geeft aan de koers die je dan moet rijden. In de duinen heb je geen herkenningspunt. Waar je kunt zeggen van nou, ik moet naar die antenne rijden of iets in die geest. Dus je moet puur op pijl moet je dan rijden. Zware regens afgelopen winter hebben een deel van de Sahara hier onder water gezet. Het geeft een beetje surreële beelden, maar ook dit hoort bij het decor van de Libia Rally. Dit is de tussenstand na de tweede etappe. Mirjam Pol nog steeds aan de leiding, maar slechts 10 seconden voorsprong nu op de Rijker en volgen van Middelaar, Nieuwland en Terbeek. Jacky Lomans die leidt bij de wagens, Hert Huzink, eerste truck, dan volgen Serradori, Noah Lessers en Alwin Oud. Het is ook tijd om de innerlijke mens te versterken. Catering is van hoog niveau en dat moet ook wel voor een wedstrijd op dit niveau. En in het bivak hebben de deelnemers ruim de tijd om wat ervaringen uit te wisselen. Maar ook om zich klaar te stomen voor de derde etappe tussen Merzouga en Mahmoud. ...160 kilometer richting Mahmoud en al onmiddellijk met een 40 kilometer brede duinenrij. En daar loopt het een beetje fout voor Kim de Rijker, die een klein uur verliest, waardoor Mirjam Pol nog steviger aan de leiding komt bij de motoren. Het is
niet makkelijk navigeren in de duinen, maar deze kerel die heeft hier al een paar keer gereden. Martijn van den Broek in de Adventure-klasse dus, met die Garmin GPS aan boord. Maar zelfs dan is deze duinerij niet echt het makkelijkste deel. Maakt deel uit van die mooie uitdagingen van de Libia Rally. Van Kamperdijk die doet hier nog wat meer ervaring op. Gaat hard door de duinen met zijn landcruiser. En hier speelt het navigeren natuurlijk een grote rol. Echt op cap rijden, zoals dat heet, door de duinen zonder referentiepunten. De bowler van Erik Lomans die heeft het een beetje moeilijk aan de top van deze duin. Maar hij was belangen na niet de enige. Ook deze Fadil Alaoum uit Algerije probeerde wat terrein goed te maken daar in de duinen. Maar dat lukte niet altijd goed. Voor Mathieu Serradori liep het niet helemaal zoals verwacht. De duinen hadden hem wat tijdswinst moeten opleveren. Maar hij zakte toch naar de 10e plaats in de tussenstand. Serradori had zich allicht een betere dag voorgesteld. Coronel, die had wat problemen gehad daags voordien, maar die maakt hier wel wat terrein goed en is helemaal in de wolken over de Libia Rally. Die was leuk, ons kindje doet het daar goed, hè? Dus ja, volgens mij waren we een van de laatste auto's die erin gingen en volgens mij kwam onze auto 5 eruit. Dus ja, het kindje vloog erdoor en ja, spelen. Maar wat een mooie duinen hier, zeg. Wow, het verbaasde me eigenlijk. Natuurlijk met Dakar hebben we ook wel echt super jukkels, maar ik verbaasde me van wat er hier allemaal is. En hoe verloopt de race voor jou tot nu toe? Ja, we zijn wel met licht binnen, maar niet helemaal zo content. Ja, ik werd iets te gretig. Na de duinen werd ik te gretig en ging ik in het stof van iemand anders rijden. Ik geloof 209, een witte Polaris. En ja, klapte ik op een rotsblok. Dus moest ik even sleutelen, want mijn rechterachterkant lag eraf. En nou ja, daarna weer naar voren gereden, maar wel genieten, zeg. Wat een mooie gevarieerde rally is dit eigenlijk. Kleine problemen voor Coronel en grote problemen voor Aardschones. Nou, hij verliep lekker vlot en ja, ik ben een nieuwe auto aan het testen hier en ja, de auto doet het fantastisch. En ik werd een beetje overmoedig, denk ik. En ja, ik maak een fout. En op het laatste moment had ik in moeten sturen de duin af en ja, dat is niet gebeurd en toen was het laag op mijn zij. Geholpen door andere deelnemers, het was niet echt makkelijk voor de trucks hier in de duinenrij in die derde etappe. Martin van den Brink, na het tijdsverlies van daags voordien, een goede etappe gehad vandaag. Tweede in de etappe, geklommen naar de 8e plaats algemeen met zijn Renault truck. Janus van Kasteren in de Polaris. Druk aan het navigeren. Klimmen naar de 7e plaats in de tussenstand. En ook Jack Brouwers doet een goede zaak. Die staat nog een plaatsje hoger. Die staat nu 6e. Altijd indrukwekkend om die race trucks over die duinenrijen te zien gaan. Voor Egbert Wegens was het af en toe moeilijk, zoals u hier kan merken. En ook Noel Essers reed zijn man MAN-truck even vast. Maar toen het wat meer vlotter liep, wist het wat tempo te maken. Klom naar de 15e plaats algemeen. Koen den Hartig, opnieuw niet zo'n beste etappe gehad. Heel wat tijdsverlies. Het is een voorbereidingsrally voor hen. Je moet er veel leren en dan kan je inderdaad maar best alles meteen op je bord krijgen. En ook voor de indrukwekkende dodge van Henk Teunissen waren deze duinenrij af en toe moeilijk, maar hij geraakt er toch vlot over. Stand na afloop van de derde etappe bij de motoren en de quads. Mirjam Pol nog steeds aan de leiding, maar nu met 54 minuten voorsprong op de rijke volgen Newlands, Norman en Kruger. Bij de wagens, buggies en de trucks Lomans aan de leiding voor Huizing. Thierry Jérôme op 3, dan Mike Willems en Alwin Out. Dat was het einde van deze eerste aflevering. We zien u graag volgende week terug.